Mooi. Zullen we het nog over de bonussen hebben? Ja, het is bekend. Ik heb het al. Krijgt u ook zoveel mailtjes over? Wij worden helemaal gebombardeerd. Ja, en dat begrijp ik ook heel goed. Ik begrijp het heel erg goed. Ik heb ook gelijk gezegd donderdag in de Kamer. Ik word er echt ook absoluut niet blij van. Ik vind ook dat de combinatie van factoren, je kunt al zeggen, het valt binnen de afspraken die zijn gemaakt met mijn voorganger. Dat is ook zo. Het valt binnen de afspraken die met mijn voorganger zijn gemaakt. En daar zit ik ook natuurlijk aan vast. Ja. Maar aan de andere kant, als je dan kijkt, de combinatie van bonus, salarisontwikkeling, wat er voor de rest gebeurt met gewone werknemers, dan denk ik van, ja, had het toch echt niet gematigder gekund. Ik kan daar op zich aan dat weinig doen, maar wat ik wel ga doen is het volgende. En ik heb daar het weekend even goed over nagedacht, want ik dacht, er moet toch iets gebeuren. En dat is dat met name die koppeling met staatssteun. De meesten zeggen, ja, u heeft toch geen middelen om in de private sector om iets te doen. U bent minister van Financiën, ja, maar die bank is niet van u. Dus heeft er geen enkel machtsmiddel. Maar DSG heeft staatssteun. Maar bij staatssteun kun je eisen stellen. De eisen die de vorige keer zijn gesteld waren geen winst, geen bonus. Nou, ING maakt nu weer heel veel winst, dus nu vindt men dat men bonus kan uitkeren. En wat ik ga doen is, ik ben van plan om met wetgeving te komen om bij staatssteun, bij nieuwe staatssteungevallen, om dan gelijk af te spraken, veel strengere afspraak. Zolang je aan het staatsinfuus hangt als bank, mag je geen bonussen meer voor je bestuurders uitkeren. Dan krijgen de bestuurders geen bonussen meer. Dat is misschien iets anders voor de gewone werknemers. Maar de bestuurders die hangen aan het infuus van de staat, krijgen dan geen bonus meer. En ik ben van plan om daar met wetgeving te komen, omdat we nu die strenge afspraken nu niet kunnen maken. Oké. Waarom? Wanneer komt u met wetgeving? Nou, zo snel mogelijk. Dat is, in principe hebben wij een cyclus van 2 keer per jaar. Dus dat, in het voorjaar nemen we dat gelijk mee met de volgende cyclus die eraan komt. Oké, goed. Nieuwe wetgeving, zodat de huidige situatie zoals nu bij ING niet meer kan voorkomen. Ja. Als het gaat om de bonus van bestuurders, zeker, inderdaad.